als markeringsmoment voor ons was het echt een soort overgangsritueel. Want ze hadden beide de middelbare school afgesloten, die oudste. En dan denk je van, we willen iets doen als gezin. We zitten in een tijdsgevricht waar meer met minder moet en sneller. Het is echt een hele snelle tijd. Dus je wil de hele gemeenschap die over je heen komt, aandeelhouders, die willen dat er wordt gepresteerd. Zie je nou dat inderdaad ook, zoals Lisette Cohen net al zei, meer mensen in de top... Zo op je bedrijf doen en fouten maken mag, dat zeggen we allemaal tegen elkaar. Maar laten we dat dan ook accepteren. En dat is nog wel eens ver weg. En Arjan Eleveld, directeur van assessmentbureau LTP. Deze uitzending en het debat kunt u terugvinden op bnr.nl/stress. Mensen naar Brielen willen voor het 1 aprilfeest om te vieren dat de stad in de 16e eeuw werd bevrijd. Ook druk is het op de wegen naar de meubelboulevards, bazaars en attractieparken. Het weer. Vrij zonnig, maar ook stapelwolken. Vanavond en vannacht is het helder. Het gaat opnieuw een aantal graden vriezen. Morgen veel zon. De temperatuur stijgt dan in de middag naar 8 graden. Dan verkeersinformatie met 4 files. De A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer. N35 Zwolle Almelo tussen Mariënheem en Hellendoorn 2. De N218 Spijkenisse richting Europoort tussen aansluiting met de N57 en Brielen 2 kilometer. En de N280 Roermond Oost richting Roermond tussen de Duitse grens en Roermond 3 kilometer. En de meeste files worden veroorzaakt door evenementen. Zit er langs de weg en komt u een flitser tegen, dan kunt u die doorgeven naar BNR Flitslijn 020 515 85.